Hallo mensen, bij weer een nieuwe Relax 80NL video. Deze keer aan het begin van de Noordervaart richting Stompetoren in de Schermer. In april en mei dit jaar liep ik hier met de post. Daar heb ik onder andere toen nog een video van gemaakt. Eind mei ging het mis. Niet met de post, maar met mijn netvlies toen. En dat gebeurde hier tijdens het werk in de Schermer. Eigenlijk was het 's morgens al niet helemaal ideaal. Desondanks ben ik even goed aan het werk gegaan. Ik ben op de bedrijfsroute gestapt en richting Stompetoren gereden die ochtend. En dat met, wat zal het geweest zijn? Ongeveer 60% zicht. En hier in Stompetoren, hier op de stoep, daar werd de post gebracht die morgen. En werd het in de scooter geladen. We waren op dat moment met 4 scooters en allemaal een deel. En zo zou de dag dus gaan beginnen. Ik zei er niks over. Niet tegen de voorlieden, niet tegen de collega's. Nee, ik ging gewoon door. Ondanks dat mijn zicht minder werd. Op dat moment dacht ik van, ach, het trekt wel bij. Ik heb het onderschat. Ik wist eigenlijk niet wat er aan de hand was. Het was een hele verkeerde inschatting. En ik stapte gewoon op de scooter, alsof er niks aan de hand was. En ik ging de post doen. Ik zou die ochtend beginnen op de Westdijk. De Noordervaart had ik die mee, die had ik ook af en toe mee, maar die ochtend dus niet. Die ochtend zou ik dus gaan beginnen op de Westdijk. Hier was dat. Hier begon ik. Dit huis liet ik toen ook al zien in een iedere video. Het huis had ik natuurlijk niet, want er woont niemand. En daar kwam ik staan. En reed ik hierdoor tot bij de hoek bij het Alkmaarmeer. En daar was eigenlijk een beetje het punt dat ik eigenlijk echt doorkreeg dat ik eigenlijk niet goed bezig was. En toch besloot ik die wijk af te maken. Ja, het is gewoon de bepaalde doorzetter die in mij schuil gaat. Ik ging door. En ik zeg hier nu tegen iedereen, doe dat nooit na als dat je gebeurt. Want het is echt niet slim. Het is levensgevaarlijk om zo te rijden. Maar ik ging door die dag. Nogmaals, mijn baas wist van niks. Als hij het geweten had, had hij me van de weg gehaald met die scooter. Zeker met de bedrijfsscooter. Dat laat heel duidelijk zijn natuurlijk. Ik begon hier en ik ging door. En dit is het eind van de Westdijk, nabij Pontje Akersloot. Hier stond ik toen nog een hele tijd stil. Ik heb hier onder andere toen nog een live video gemaakt op Facebook. In plaats daarvan had ik natuurlijk een huisarts moeten bellen. En ik had natuurlijk doorgemoeten naar het ziekenhuis. Maar wist ik veel. Het steeg me wel naar mijn hoofd. Maar ik uitte het op een hele andere manier. Wat ik onder andere trouwens ging doen, waren heel veel onverwerkte dingen uit mijn verleden eruit gooien. Ja, oké, dat is ook wel goed om te doen. Dat ga ik nu trouwens niet weer doen. Ik ga dat in deze video niet doen, want dat heb ik toen allemaal al gedaan. Maar ik had natuurlijk naar het ziekenhuis gaan moeten. Dat is heel simpel zat. Het was een netvliesloslating, wist ik op dat moment niet. Maar daar had ik meteen acuut mee naar het ziekenhuis gaan moeten. Maar ik ging door. Ik had maar één ding in mijn hoofd zitten. Die wijk maak ik af vandaag. En daarna ga ik naar huis en dan zie ik wel verder. Ja, en nogmaals zeg ik nu tegen iedereen. Doe dat nooit na. Waar je ook mee bezig bent, ga onmiddellijk naar de huisarts. En ga door naar het ziekenhuis. Want daar moet wat al gedaan worden. Ik deed dat niet. En ik ging door met mijn wijk. Ik zeg er nu achteraf over dat ik daar niet trots op ben. Het was een domme, eigenlijk levensgevaarlijke daad, de brommer. Hoe ging die dag verder? Ik rijd de ronde gewoon nog een keer en leg het uit. Zo hier de Zuidervaart. Met hierachter de Kerkbuurt en de Eendracht. Ook allemaal keurig netjes gelopen die ochtend. Maar achteraf, vraag me niet hoe. Daarna ben ik verder gegaan op de Zuidervaart. En vervolgens zou ik dan richting Driehuizen gaan. En toen heb ik dus de Laanweg en de Oostdijk hier gedaan. En ik kwam hier bij Driehuizen. Toen wel een heel andere situatie dan nu. Want ze zijn een nieuwe brug aan het bouwen. In mijn video van kort daarvoor heb ik nog op deze brug gestaan. Die er toen lag. Die is helemaal weg. En hier aan de overkant is dus Driehuizen. Een dorpje. Ja, ook nog door een dorpje heen rijden. Met onder de 50% zicht. Dit is Driehuizen, het dorpje. Ik had beide kanten allemaal. En het is gelukt.
Ik heb gelukkig niemand aangereden toen, op die dag. Ja, daar ben ik achteraf eigenlijk wel heel erg blij mee, hoor. Want ik had natuurlijk wel zwaar de sigaar geweest als ik dat gedaan had. En hier verderop, als je dit dorpje hier uitrijdt, heb je nog een paar van die buitenweggetjes, zoals ik dat noem. Kant ga ik ook nog eventjes op. En even buiten Driehuizen legt ook deze. De Aresdijk. Die doet mij meteen denken aan mijn voorman, Ares. Die ging van de zomer met pensioen in de tijd dat ik in de ziektewet zat. Ja, nou hier vanaf deze plek. Het gaat je goed, Ares. En ik hoop dat je natuurlijk nog jaren van je pensioen kunt genieten in gezondheid. Ja, dat is je zeker gegund. Want je was altijd een hele goede voorman. Zeker weten. Ja, het is mooi dat er hier nog een dijkje jouw naam heeft. Ja, die heb ik op die dag ook nog gehad. En toen reed ik dus weer terug richting Driehuizen. Ja, laat ik het zo zeggen dat ik toen op die dag zo'n beetje de helft van mijn bike gehad had. Hier ook. Ja, ja en ja, ik blijf het zeggen. Het ging natuurlijk niet van harte. Ja, het gaat nou natuurlijk top op het moment. Ja, kijk, het oog doet het weer. En het blijft goed zitten allemaal. En ik rij ook weer brommer. Ik bedoel, het kan allemaal weer. Ik mag het allemaal weer zien van de dokter. Ja. Dus ja, het gaat nu goed. Vandaar dat ik vandaag ook deze video hier maak. Wat ik eigenlijk al een tijdje in mijn hoofd had. Nu weer even terug richting Driehuizen. En dan het restje van de wijk. Hoe ik dat toen op die dag reed. En na Driehuizen heb ik nog een deel van de Oostdijk gedaan. Ik heb daar verderop nog de Zuiddijk gedaan. En ik ben nog de Blokkerweg op geweest. En uiteindelijk kwam ik dan hier terecht. De Zuidervaart. En toen had ik alleen deze kant nog te doen. Ik heb hier ook nog even stilgestaan. Ik heb hier op deze plek waar ik nu sta ook nog een live video gemaakt voor Facebook. In die live video vertelde ik hoe het ging. En hoe ik er dan toen was. En hoe weinig of ik zag. Ik heb niet in procenten gesproken. Maar ik weet in ieder geval dat het weinig was. Heel weinig. In ieder geval veel te weinig om te rijden. Ja, en ik heb het al een paar keer gezegd. En nogmaals. Ik raad het iedereen zeer af om dit na te doen. Met zo weinig zicht de weg op. Zelfs in een poldergebied als de Schermer. Ik bedoel, laten we de stad maar helemaal vergeten. Dit was het laatste stukje. En toen ging ik dus, nou ja, het was al eigenlijk richting 6:15, 7 s'avonds dat ik terugreed richting het bedrijf. Want natuurlijk mede door hoe het ging, reed ik natuurlijk erg langzaam. En ik las natuurlijk slecht, dus ik deed er best lang over om het allemaal te bezorgen. En ik was eigenlijk blij dat het erop zat op die dag. Ja. Ik heb natuurlijk wel vaker een dag dat ik blij ben dat het erop zit. Dat is meestal een dag als het regent. Maar dat was geen regendag. Het was eigenlijk verder best een hele mooie dag. Alleen voor mij niet. Het ging helemaal mis. Ja. Ik ga nu ook terugrijden richting Alkmaar. Waar ik op een gegeven moment de bedrijfsscooter terugbracht. En ik uiteindelijk weer terugging richting Noordgewoude. En hier stopte mijn Porswijk op die dag. En ik zou voorlopig meer dan 4 maanden geen post meer gaan lopen. Ik had nog wel 4 kilometer te gaan naar Alkmaar. Ja, en als ik daar dan was nog een stukje naar het bedrijf. En daarna, toen ben ik op mijn eigen scooter gestapt. En toen ben ik ook nog naar Noordgewoude toe gereden. Ja, want we hadden het nog niet gehad. Ja. Ik vertel dit echt niet omdat dit nou zo stoer is om te vertellen. Want er is helemaal niks stoer aan. Het is eigenlijk gewoon vreselijk stom. Ja, dat is wat ik er nu over zeg. Nou, ik heb nu wel heel goed zicht. En ik zie het allemaal wel heel mooi. En het is best een mooi plaatje hier natuurlijk. Nu nog even richting Alkmaar. En hier bracht ik toen de werkscooter terug op die dag. Het was rond 7 uur 's avonds. Het was niet omdat ik zoveel post had, maar door hoe het ging natuurlijk. En toen ben ik op mijn eigen scooter gestapt. En nog die kant op gereden, richting Sint Pancras. Uiteindelijk richting huis. Ja. Het is wel een video dit.
over een van mijn slechte werkdagen ooit. Ja, ik weet niet of het nog beroerder kan gaan dan op dat moment. Als je dus 35% zicht hebt. Nee, beroerder kan niet. En zo zette ik aan het eind van die dag de scooter weer in de schuur. Alsof er niks aan de hand was. Maar er was natuurlijk inmiddels wel het nodige aan de hand. Want mijn zicht, het zat dicht in de buurt van de 30% volgens mij. Ja, ik was blij dat die dag erop zat. En nog eenmaal, ik zeg tegen iedereen, doe het nooit na wat ik op die dag gedaan heb. Met ongeveer 30% zicht door één oog. Nooit doen. Het is me gelukt, maar het is meer een wonder dan toeval. De post is ook allemaal nog goed weggebracht. Geen klachten geweest op die dag. Hoe dat mogelijk is geweest, weet ik niet. Ik heb het niet goed kunnen lezen. Ik heb eigenlijk meer of meer alleen de huisnummers gelezen. En dat was het. Ja, daar staat hij weer. Wat ik ook nog deed op die dag. Toen ik bijna thuis was, besloot ik ook nog even naar de winkel te gaan. Om nog even een bloemetje voor mijn mopje te kopen. Ja, die is er altijd voor mij. Ook in die tijd daarna. Altijd geweest. En aan het eind van deze video, even een plantje. Ja, zeker weten. Zo hoort dat. Ja. Nou, voor deze video ook. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En de inhoud wat ik vertelde, nogmaals, doe het niet na. Hey, ik zou zeggen, laat eens iedereen tot de volgende video. En dat wordt natuurlijk weer een heel andere, uiteraard. Hey. Laters.